In onze reeks Wat moeten wij stemmen op 15 maart praten we vandaag met Leendert de Lange van de VVD. Ja. Hallo Leendert. Dag. Ja, het is weer eens wat anders. Ik heb steeds gepraat met fractievoorzitters, maar nu praat ik met jou als vertegenwoordiger van onze regio. Dat vind ik eigenlijk wel zo belangrijk. Nou, heel fijn. Dat vind ik ook heel mooi om dat gesprek te hebben, omdat ik bij verkiezingen wordt er heel vaak gezegd dat er een enorme kloof is met kiezers. Mm-hmm. En ik denk dat het heel goed is dat je tijdens de verkiezingen stem je op een persoon. Ja. En de persoon kan ook het verschil maken voor de regio. En daarom ben ik heel blij om ook als regiokandidaat het gebied, het mooie gebied waar ik zelf ook woon en altijd eigenlijk actief ben geweest, mm-hmm, om ook te kunnen laten horen wat het VVD-geluid is, maar dat ook te koppelen aan alles wat ik in de afgelopen maanden eigenlijk heb beleefd in de Leendert Luistertour, in heel veel gesprekken die ik met mensen heb gehad. En dat verdient echt een stem in Den Haag. Ja. En welke regio praten we over, Leendert? Want van waar tot waar loopt jouw regio? Nou ja, dan heb je het eigenlijk over Groot Leiden, maar ook Wassenaar, Voorschoot horen daarbij, maar ook de Duinenbollenstreek en dan richting het Groene Hart. Ja, bestuurlijk heet dat het gebied van Holland-Rijnland plus Wassenaar. Maar ja, dat is niet een term die veel mensen kennen. Het is dus eigenlijk de noordkant van de provincie Zuid-Holland. En dat is een heel mooi gebied tussen twee grote steden, Den Haag en het Amsterdamse regio. Wat wel heel eigen is en waarbij het vooral te kenmerken valt als mooie groene woondorpen. Met ook natuurlijk een hele mooie historische stad Leiden daar middenin. Ja. En wat hoor je nou in jouw rondtour voor problemen of opmerkingen die mensen aan jou vertellen, waar ze mee zitten in deze regio? Nou, bereikbaarheid. Dat is echt wel een onderwerp wat ik heel veel hoor. Ja. Vooral van mensen die vanuit het dorp naar hun werk rijden 's morgens. Ja, naar die snelwegen toe, dan staat het vast. En ook zeker 's avonds. En daar hoor je ook echt mensen over mopperen. Dat men zegt van dan ben ik weer te laat thuis. Terwijl dat misschien juist dat hele mooie moment is dat je je kind nog naar bed kan brengen. Ja, en dat moet echt beter. En deze regio heeft echt nog wel een paar uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid te gaan. Dus dat is een onderwerp wat ik veel hoor. Ja. Maar bijvoorbeeld ook, hoe gaan we nou om met een ouder wordende samenleving? En hoe gaan we zorgen dat het leuk ouder worden wordt in deze streek? Ja. En daar hoor ik ook wel veel opmerkingen over. Dus ja, daar heb ik heel veel gesprekken over gevoerd. Nog even terug naar die bereikbaarheid. Ik neem aan dat Valkenburg, als dat ontwikkeld gaat worden, nog een groter probleem gaat vormen dan. Want dan krijgen we nog meer files. Ja, zeker. Nou, daarom is het ook heel belangrijk dat de Rijnlandroute nu wordt aangelegd. Mm-hmm. De eerste spades gaan daadwerkelijk de grond in. Dat is dus echt wel heel goed nieuws voor dit hele gebied. Ja. En dat loopt zelfs door tot aan Leidschendam-Voorburg, die daar met hun verbinding tussen de A44 en A4 nu al die druk hebben. Al dat verkeer wat over die Rijksstraatweg gaat. Mm-hmm. Nou ja, Wassenaar is bijna dagelijks op de radio, maar dan vanwege de fileberichten. Dat moet anders, die Rijnlandroute. Die Oost-Westverbinding moet beter, dus die twee wegen kunnen daar verbonden worden. Maar zeker, er is ook altijd gezegd, er kan niet gebouwd worden in Valkenburg voordat er ook bewogen wordt. Precies. En dat lijkt mij een heel verstandig uitgangspunt. Ja, want heeft de VVD daar nog speciale ideeën over hoe dat nou zou moeten? Ja, dus daadwerkelijk investeren in die bereikbaarheid. Bij Katwijk zitten er ook nog een paar knelpunten. Daar heb je eigenlijk alle overheden voor nodig, hè, zowel de gemeente, mm-hmm, provincie, maar ook het Rijk. Ja. En ja, onze ideeën zijn in ieder geval dat de oplossing is dat je bestaande wegen beter met elkaar moet verbinden. En dat je moet blijven investeren in infrastructuur. En ik hoor wel eens zeggen van dan ga je toch maar later naar je werk of je gaat maar thuis werken. De meeste mensen die moeten gewoon echt 's morgens om een uur of 8, 9 bij hun baas zijn. Ja. En ik geloof niet in die theorie. Ik geloof in dat je knelpunten moet oplossen. En dat betekent dat je dus gewoon ook gewoon wegen moet blijven aanleggen. En de VVD staat daarvoor. Oké. Het tweede punt wat jij had was de zorg. Hè? De ouder wordende mensen in onze regio. Dat is natuurlijk niet alleen een regionaal probleem. Dat is natuurlijk een landelijk probleem. Ja. Wat heeft de VVD voor oplossingen voor alle problemen die zich nu voordoen in de zorg? Hebben ze daar ideeën over? Ja, daar hebben we ideeën over. We hebben een goede gezondheidszorg in Nederland. Maar als ik naar de ouderenzorg kijk, dan kunnen daar dingen wel beter. En daarom is het belangrijk om daar ook die verbeteringen door te voeren. En ik vind dat eigenlijk de beste verpleeghuizen de norm moeten zijn. En gelukkig in onze regio zijn er hele goede verpleeghuizen. Mm-hmm. Maar waar het nog niet goed is, daar moet dat ook beter worden. En dat betekent dat je daar ook vooral moet zeggen van je moet er middelen voor hebben. Maar het gaat niet alleen maar om geld. Nee. Het gaat vooral ruimte geven
aan de zorgprofessionals, dat die hun werk kunnen doen. Ik zie daar ook hele mooie voorbeelden van, waar vaak mensen die zelf uit de zorg komen, de tent bestieren. En dan blijkt dat eigenlijk heel goed te gaan, want die hebben ook de ervaring, die weten waar het over gaat. De feeling natuurlijk. Die hebben de feeling daarmee. Ja. En ja, die gaan ook zelf aan het bed staan als het gewoon nodig is, als er een personeelsgebrek is. En we moeten echt af van die vinklijstjes. Ja. Mensen worden horendol van al die lijstjes die gemaakt moeten worden. En het lost niks op. De zorg wordt er niet beter door. Nee. Loopt tot 30% van hun tijd. En dan zou ik zeggen, ga die tijd nou besteden aan de mensen waar je voor moet zorgen. Ja, en daar willen wij dus echt zorgen dat daar slagen voor worden gedaan. Zodat we ook over een tijdje kunnen zeggen, we hebben in Nederland een hele liefdevolle ouderenzorg. En ja, dat is echt belangrijk. Absoluut. Is de VVD er nou ook voor om weer miljarden naar de zorg te sturen? Nou, voor die ouderenzorg hebben we 2 miljard bedacht. Als we de mogelijkheid hebben om ons hele plan uit te voeren, dan is dat geld daarvoor beschikbaar. Je moet altijd keuzes maken. Maar we hebben gezegd, naast keuzes bijvoorbeeld rondom veiligheid of bereikbaarheid, moet ouderenzorg ook, daar moet echt geld naartoe. Ja. Maar niet zomaar een zak met geld. Het moet de ondersteuning zijn juist van die professionals die ervoor gaan zorgen dat de top de norm is. Ja, en als zij daar dus geld voor nodig hebben, dan moet dat er ook zijn. Ja, precies. Het betekent dus ook dat de inspectie zijn ideeën moet veranderen, want die komen natuurlijk met de vinkenlijstjes. Maar goed, dat zijn natuurlijk dingen die in de praktijk zullen moeten blijken. Oh ja, en ik hoorde vandaag nog van een zorgprofessional een verschrikkelijk verhaal over dat er nu weer gelet wordt op de slotjes op de medicijnkastjes. Oh. Ja, dan denk je, jongens, waar gaan we nou naartoe? Ja. Laat dat nou over aan die mensen, die weten hoe het werkt. Natuurlijk moet je erop letten dat iedereen tijdig die medicatie krijgt. Mm-hmm. Maar nu regels gaan stellen voor slotjes, daar moet het echt niet om gaan. Nee, uiteraard niet. Het is natuurlijk wel zo dat in de afgelopen kabinetsperiode er enorm bezuinigd is op de zorg. Ik bedoel, er wordt nog steeds veel uitgegeven. Maar hoe kan het nu zijn dat er nu ineens zoveel geld dan beschikbaar is om weer in de zorg te steken? Want ik denk, er is wat afgebroken en dan moeten we het weer opbouwen. Nou, we komen natuurlijk uit een tijd van economische recessie. We hebben echt het zwaar gehad. Dat heeft iedereen gemerkt. Mm-hmm. En dat betekende ook dat er keuzes gemaakt moesten worden. Gelukkig de zorg, want we zien mensen worden ouder, we kunnen ook steeds meer, dat er uiteindelijk steeds wel geld is gegaan naar de zorg. Mm-hmm. Maar het klopt, nu je weer in een nieuwe periode bent waarbij de basis op orde is gekomen, kun je nu op basis van het goede fundament wat er ligt, nu ook weer keuzes maken van waar gaat het geld dan naartoe? Dat komt overigens door economische groei, hè, door banen, door werkgelegenheid. Ja, en wij denken dat als dat allemaal weer verder aantrekt, en daar hebben we dus echt plannen voor, dat je dus ook geld naar die liefdevolle ouderenzorg kan brengen. Ja. En dat is gewoon nodig, want ja, laat ik gewoon een eerlijk verhaal vertellen. Daar zijn we gewoon wat in tekort geschoten in de afgelopen tijd. En dan moet je vooruitkijken en dan moet je ook zeggen, ik heb er nu geld voor over. Precies. Je hebt het net over het aantrekken van de werkgelegenheid. Dat is natuurlijk ook een belangrijk punt. Dat speelt heel erg in de maatschappij. We hebben te maken gehad met flexbanen, waarin jonge mensen niet langer dan 2 jaar bij een werkgever konden werken. Hoe kijkt de VVD daar nu naar? Nou, allereerst, het is ontzettend belangrijk dat we zorgen dat er werkgelegenheid is. Mm-hmm. En soms zeg ik wel eens, als de keuze is tussen werkloos zijn of een flexcontract hebben, dan heb ik liever een flexcontract. Maar we moeten natuurlijk wel gaan kijken naar hoe het makkelijker wordt om mensen in dienst te nemen. Ik spreek nu veel ondernemers die zeggen van ja, ik durf gewoon niet iemand in dienst te nemen. Nee. Want ik kom er nooit meer vanaf. Nee. Dat moet dus anders. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld doorbetaling bij ziekte, dat we het eerste jaar wel bij de werkgever neerleggen en het tweede jaar collectief maken. Nou, dat gaat wel helpen om makkelijker mensen in dienst te nemen. En aan de andere kant, we moeten gaan zorgen dat arbeid ook weer beter wordt beloond. Ja, en dan is het dus ook makkelijker om te gaan van baan naar baan. In plaats van dat je, ja, werkgarantie, dat bestaat gewoon niet meer. Nee, dat is een. Dus flexibiliteit, natuurlijk. Waar dat een oplossing kan zijn, is het goed. Maar we moeten ook wel gaan zorgen dat er weer wat meer zekerheden ontstaan. Ja. Neem bijvoorbeeld voor jonge mensen die nu heel slecht een hypotheek kunnen krijgen. Ja, nou, daar moet je wel naar gaan kijken van hoe je dat gaat oplossen. Maar wat de VVD betreft, wij zetten vooral in op zorgen nou voor dat je hoe dan ook aan het werk komt. En in onze plannen gaan we er 245.000 banen extra bij creëren. Dat is de helft van de totale Groot-Leidse regio. Ja. En wij denken echt dat dat kan. Door namelijk ervoor te zorgen dat het makkelijker wordt om mensen in dienst te nemen en arbeid ook te laten lonen. Maar laten we eerlijk zijn, je wilt er gewoon niet thuis zitten.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de meeste mensen er zo over denken. Wat natuurlijk wel ook meespeelt, is dat we heel veel mensen vanuit immigranten hier krijgen, vluchtelingen. Dat is natuurlijk een heel beladen item in onze maatschappij. Die mensen moeten ook allemaal aan het werk geholpen worden. Ja. Dus dat drukt wel weer een beetje op die cijfers die u net noemt. Nou, daarom moet je ook voorzichtig zijn met hoeveel mensen naar Nederland toekomen. En ja. Daarom heeft de VVD ook gezegd, van er kwam was natuurlijk een enorme vluchtelingencrisis. Allemaal heel vervelend en verschrikkelijk wat daar natuurlijk aan de hand is in Syrië. Zeker. Met een heel onrustig Midden-Oosten. En we hebben toen gezegd, we gaan nu afspraken maken met Turkije. Om ervoor te zorgen dat dat model van die mensensmokkelaars, dat dat kapot wordt gemaakt. Ja. Want dat is mensonerend wat daar gebeurt. Daardoor is die vluchtelingenstroom grotendeels opgedroogd. En ben je ook in staat om in Nederland wel je verantwoordelijkheid te nemen. Want ik vind dat je natuurlijk wel degelijk voor de brandhaarden in deze wereld een taak hebt. Maar dat moet wel een beheerste stroom zijn. Want aan de andere kant moet je ook zorgen dat je voorzieningen kunt creëren. Waardoor mensen worden opgevangen in de Nederlandse samenleving. En als dat er te veel zijn, dan verdrinkt dat van alles en nog wat. En dan ontstaat er ook bij een groot deel van Nederland het terechte gevoel van ja, gaat het nou eigenlijk nog om mij? Ja. Nou, daar moeten we vanaf. Ja. Daarom ben ik heel blij dat we die afspraak hebben gemaakt. We hebben daar echt verantwoordelijkheid gepakt als VVD. Dat is Europees beleid geworden. En dat is ook de enige oplossing. En we moeten hiermee doorgaan. Hè? Want in Afrika staan er heel veel mensen te wachten om naar Europa te kunnen. Mm-hmm. En als we geen goede afspraken gaan maken met bijvoorbeeld landen als een Egypte of een Tunesië. Ja. Dan hebben we echt over een tijdje weer een probleem. Dus de politiek zal hier moed in moeten tonen. Uiteindelijk. Om het voor de Nederlanders te zorgen dat wij hier met elkaar een mooi bestaan kunnen opbouwen. Ja. En de mensen die hier komen, ja, die moeten natuurlijk zo snel mogelijk onderdeel worden van deze Nederlandse samenleving. En dat betekent de taal leren en ook gewoon gaan meedoen. Ja, en stel nou dat die mensen zijn hier 5 jaar en dan is de situatie weer genormaliseerd in hun land. Wat mogen ze dan blijven volgens de VVD of moeten ze dan terug? Nou, laten we hopen dat we over 5 jaar kunnen zeggen dat in Syrië de situatie weer gestabiliseerd is. En dan hoop ik dat die mensen ook echt weer teruggaan naar hun land. Dat is het uitgangspunt. Daarom zeggen we ook, bij voorkeur de mensen opvangen in hun eigen regio. Want Nederland is wel heel ver weg van die situatie daar. Nee, het uitgangspunt is dat mensen teruggaan. Wij zeggen overigens, nu is het termijn dat je Nederlander wordt 5 jaar. Wij willen dat verlengen naar 10 jaar. Omdat het echt wel wat meer tijd vergt om helemaal onderdeel te worden van die Nederlandse samenleving. En na 10 jaar kan je echt wel zeggen dat je volledig bent ingeburgerd. Maar het uitgangspunt moet zijn, vluchtelingen gaan uiteindelijk gewoon weer terug naar hun thuisland. Ja. En volgens mij is dat ook het perspectief wat die mensen het liefst zelf willen. Ja, binnen een periode van 10 jaar dan. Ja. Ja, precies. Die vluchtelingenstroom drukt natuurlijk ook enorm op de woningmarkt. Met name de sociale huurwoningen. Die komen erg onder druk te staan. Omdat er toch asielzoekers geplaatst moeten kunnen worden binnen die sociale sector. Heeft de VVD daar nog ideeën over? Ja, absoluut. Door daar echt een scheiding in te maken. Dat hebben we voor elkaar gekregen. Ook echt voorstellen gedaan van zorg dat de opvang voor statushouders. Of voor mensen die als vluchteling binnenkomen hier in de eerste periode. Dat niet ten koste gaat van de vraag aan sociale woningen. En zorg voor wat meer woningen op maat, meer tijdelijke woningen. Want dit is echt wel zo'n gevoel waar een hoop mensen van denken van dit is niet normaal. Nee. Ik heb 8 jaar op een sociale woning zitten wachten en mijn kinderen die zitten nog steeds thuis en kunnen niet doorstromen. Mm-hmm. Dus vandaar hebben we gezegd, die twee stromen moeten we uit elkaar trekken. Dat betekent sobere, maar doelmatige huisvesting voor asielzoekers die net binnenkomen. Om het niet elkaar te laten verdringen en ervoor te zorgen dat er voldoende sociale woningen zijn. Verder, wat je ook moet doen, in die huurmarkt en zeker ook in de iets duurdere huur, daar moet meer in gebouwd gaan worden. Nou, dat is vooral een opgave voor gemeentes om dat te gaan regelen. Want er moet nog veel meer doorstroming komen, zodat mensen die echt vragen om een sociale huurwoning, dat die ook daadwerkelijk daarin terecht kunnen komen. Want het is nog steeds zo dat er mensen zijn met een hoger inkomen die eigenlijk in een te goedkope woning wonen. Ja. Nou, en daar moeten we vanaf. En ik vind ook corporaties, die moeten echt gaan bouwen voor, de doelgroep waar het ook voor bedoeld is. En dat betekent dus ook dat mensen met een lager inkomen dan ook daadwerkelijk in een woning terecht kunnen komen. Ja, snap ik. Als asielzoekers, vluchtelingen, afgewezen zijn, ze zijn uitgeprocedeerd,
dan kunnen we, dat stond vanochtend nog in de krant, dan kunnen we er eigenlijk niks mee. Die mensen komen vaak in de illegaliteit terecht, want je kunt ze niet terugsturen. Heeft het VVD daar ideeën over wat we daarmee zouden kunnen doen? Ja, zeker. In ieder geval niet als overheid allerlei faciliteiten gaan geven, alsof het nog lijkt alsof ze nog opgevangen worden. Mm-hmm. En daarom waren ook zeer veel gekant tegen allerlei bed, brood en badachtige ideeën. Omdat namelijk, je hebt een zorgvuldig traject van een procedure achter de rug. Je bent er ook nog tegen in beroep kunnen gaan. Ja. En op een gegeven moment is het gewoon besluit, nee, je bent niet hier als vluchteling. En dan moet je naar je eigen land. Het lastige is alleen wel, vaak zijn hun originele documenten weg. En het land van herkomst neemt ze niet op. Nee. Dus vandaar is het ook zo van belang dat we ook afspraken moeten maken met die landen. Enerzijds over het opvangen in de regio, maar anderzijds ook over hoe kun je weer mensen terugsturen naar hun uiteindelijk oorspronkelijke land. Ja. En dat betekent soms dat je wel eens met landen zaken moet doen waarbij je niet zegt van dat is een democratie. Maar het gaat er uiteindelijk wel om dat we een probleem voor Nederland moeten oplossen. En dat betekent dus dat je ook met dit soort mensen om tafel moet gaan om gewoon te zeggen, neem jouw mensen die uit jouw land komen gewoon terug. En dat moet echt inzet worden in de komende jaren. Want als we dit maar half blijven doen, dan blijven we met die probleem zitten met mensen die semi in de illegaliteit zitten. Ja, en volgens mij moet je daar heel helder over zijn. Als je de procedure hebt doorlopen en er is geen ruimte hier, ja, dan moet je ook weer terug kunnen. Want ja, dan kun je ook weer in je land van herkomst hopelijk weer een bestaan opbouwen. Ja, want ik neem aan dat u ook wel gehoord heeft dat mensen toch wel een gevoel van onveiligheid hebben, ook bij ons. Hè. Dus dan heb ik het niet over asielzoekers die zich hier onveilig voelen, maar Nederlanders die zich onveilig voelen. Mede door het in grote getale binnenstromen van immigranten. Heeft de VVD daar nog bepaalde ideeën over van hoe kunnen we dat gevoel van onveiligheid verminderen? Nou, door daar echt een belangrijk punt van te maken in de zin van onderkennen dat er een gevoel van onveiligheid is. En dat gebeurt voor allerlei veranderingen in de samenleving. Wat er in de afgelopen tijd op veiligheid al is gebeurd, is bijvoorbeeld iets zo verschrikkelijks als een woninginbraak. Mm-hmm. Dat heeft echt impact op je leven. Ja. Om daar op te zorgen dat er meer woninginbraken worden opgelost. En daar zien we gelukkig dat ook in de criminaliteitscijfers dat het beter gaat. Okay. Maar niet op alle vlakken wordt dat nog gevoeld. Want het heeft ook te maken met een onzekere wereld. Nou, en tegenwoordig via radio en televisie komt de hele wereld je huiskamer alles binnen. Alles komt binnen, ja. En dat betekent dus ook dat het ook allemaal speelt in het veiligheidsgevoel wat je hebt. Dat betekent dus dat we moeten blijven investeren in veiligheid. Goede capaciteit van de politie. Ja. Het opsporingspercentage moet omhoog. Want als je aangifte doet, ja, dan moet de boef uiteindelijk ook gepakt worden en bestraft worden. Mm-hmm. En daarnaast ook blijven investeren in een sterke defensie. Prima. Ik wens u heel veel succes met de campagne die er nog rest. En dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.